Robin van Persie is terug bij Feyenoord. Wat voor indruk maakte hij op jou? Een charmante. Een indruk als de ideale bliksemafleider in een voor Feyenoord toch hele moeilijke tijd. Waarin het kampioenschap uit zicht is geraakt. De beker nog rest. Normaal gesproken keert een topclub dan in zichzelf. Doet aan zelfreflectie om te analyseren waar en hoe het fout is gegaan. Maar Feyenoord presenteert Van Persie perfecte timing. Het ging alleen daar over. En dat is als club toch mooi meegenomen dan. Ik heb vandaag mijn eerste training gehad en die ging heel goed. Ik voelde me heel lekker en ik was heel blij om op het veld te staan. Het was een goede training ook. En morgen hebben we nog een andere training. Dat is dan gelijk de dag voor de wedstrijd. Dus het is kort dag, maar er is denk ik wel een goede kans dat ik bij de selectie zit voor woensdag. Ja, dan moeten we gaan kijken wat Van Persie Feyenoord kan brengen de komende weken. Eigenlijk is er maar één wedstrijd die er nog toe doet, echt toe doet. En dat is die van 31 januari, de bekerwedstrijd tegen PSV, de kwartfinale. Want als Feyenoord die verliest, ja, dan kan er helemaal een streep door het seizoen. En dan is het nog geen eens februari. En dat moet Van Persie zien te voorkomen. Het legioen, denk je dat die staan te springen voor Van Persie alweer? Nou, Van Persie komt anders binnen dan Kuyt. Hè. Kijk, je moet de eerste periode van hem kennen bij Feyenoord om daar over een oordeel te vellen. Kijk, Van Persie was natuurlijk het grote talent hier. En ja, ik was erbij toen hij debuteerde en dat heb ik daar nog nooit gezien. Nooit meer gezien bij Feyenoord in ieder geval. Een speler die in het veld kwam en waar je meteen kon zien. Ja, dat is echt een geweldige speler. En ook in de jeugd schoot hij wel elke vrije trap bij wijze van spreken een penalty. Want die vlogen er allemaal in. Het was echt een ongekend talent. Alleen hij was jong en bracht ook zijn nukken met zich mee. En dat resulteerde nog wel eens wat akkefietjes. Ik kan me daar nog een vrije trap herinneren die Van Hooydonk wilde nemen. Die hij snel nam en op de lat schoot. Als je een keer verbannen. Als je jonger bent, dan ben je nog wat zoekende, eigenlijk op alle levels. Door de jaren heen leer je daar beter mee omgaan. Ik heb daarin ook fouten gemaakt. De mensen hielden wel van hem als voetballer. Maar sommige Rotterdammers waren toch niet zo blij met het diva-gedrag wat hij toen had. Ik ben hier en ik leef met de consequenties die dat zal meebrengen. En hopelijk kan ik wel veel mensen blij maken. Ik ben Van Persie in de loop der jaren natuurlijk vaak tegengekomen en je zag hem steeds volwassen worden. Daar is Arsenal natuurlijk een belangrijk onderdeel in geweest. Daar heeft hij het afgekeken van de echte grote profs en dat heeft hij geadopteerd, die houding. En groeide uit tot een van de beste spelers ter wereld. Dus de Van Persie die terugkomt is een andere Van Persie uiteraard die wegging. Ik wil ook wat teruggeven aan voetbal. Ik ben nu hier en op deze manier kan ik ook de nieuwe generatie een beetje op weg helpen. Kan ik het goede voorbeeld zijn wat ik hoop te zijn. Kan ik ook wat vroeger jongens als Henry en Bergkamp en Vieira en Perez deden. Kan ik op mijn manier kan ik ook laten zien dagelijks hoe ik mijn sport en mijn leven soort van invul. Van Persie krijgt nu de kans om iedereen binnen Feyenoord voor zich te winnen. Maar de voetballiefhebbers waren toch al lang overtuigd. Maar toch moet Van Persie zich meer bewijzen dan Kuyt? Bij sommige mensen wel, ja. Bij sommige mensen zal dat zeker zo zijn. Maar Van Persie is natuurlijk betere voetballer dan Kuyt. Dus als hij fit is, kan hij echt het verschil maken met zijn voetbal. Maar hoe fit is, dat zullen we de komende weken moeten afwachten.